Ja, de Willem-Wilming-dichtwedstrijd, dat is een dichtwedstrijd waaraan iedereen mee kan doen, mee mag doen. Met name dan, dichters die niet professioneel bezig zijn. En de bedoeling van die wedstrijd is, er wordt een regel bedacht. Willem-Wilming heeft de eerste regel bedacht. En daar moeten dan gedichten over geschreven worden waarin die regel voorkomt. Wat maakt het winnende gedicht het mooist? Het mooist was de vraag. Zijn verschillende elementen waar je een gedicht op beoordeelt. En dat kan zijn ritme, taalgebruik, rijm, binnenrijm, kleurklanken, een soort muziekachtig gevoel kan erin zitten. Het kan heel gewiekst in elkaar zitten. De Bantoum heeft dit jaar gewonnen. Dat is een moeilijke vorm om in die vorm gedichten te schrijven. Dus er zijn meerdere elementen die bepalen dat een gedicht mooi is. Maar wat is nou het mooiste? Dat is natuurlijk ook wel, mag ik het zeggen, een kwestie van smaak. En dan nu de winnaar van de Willem-Wilming dichtwedstrijd 2020. Het gedicht Winterverlangen is geschreven in de vorm van een pantoum. Dit technische hoogstandje is goed neergezet en heeft een nostalgische boodschap. Oudwinnaar en jurylid Remco Koplamp zegt over dit gedicht een pantoum. Je moet maar durven. De versvorm is weliswaar niet geheel consequent doorgevoerd, maar leent zich uitstekend voor overpeinzing en mijmering. Het gedicht is geschreven met een knipoog naar de lezer en ontlokt een glimlach. Winterverlangen opent met de verplichte regel en sluit op een logische wijze met diezelfde regel af, zonder dat het geforceerd overkomt. Gelukwensen met de eerste plaats in de Willem-Wilming dichtwedstrijd 2020 voor het gedicht Winterverlangen van Leo Mesman uit Utrecht. Winterverlangen, een pantoum. Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien? Een winterlandschap zonder sneeuw en ijs. Voor jongeren van nu geen punt misschien. Ik ben nog van de vorige eeuw en grijs. Een winterlandschap zonder sneeuw en ijs. De climate change gooit alles in de war. Ik ben nog van de vorige eeuw en grijs. Mijn stellingname is wellicht wat star. De climate change gooit alles in de war. Wat er ook groeit, geen ijslaag op de sloot. Mijn stellingname is wellicht wat star. Elfstedentochten enkel nog per boot. Wat er ook groeit, geen ijslaag op de sloot. Voorbij lijkt het romantisch schaatsvermaak. Elfstedentochten enkel nog per boot. Of komt er nog een wending in de zaak? Nooit koek en zoopie meer of snert met worst. Voor jongeren van nu geen punt misschien. Een ganse winter zonder strenge vorst. Wat zou ik graag de schoonheid ervan zien? Volgend jaar is de 25e editie. Dat is toch wel heel bijzonder, want we zijn eigenlijk van een kleine wedstrijd naar een best wel een hele landelijk bekende wedstrijd gegroeid. En we hopen dat we daar iets extra's kunnen doen. En natuurlijk dat het ook op de normale manier weer met een prijsuitreiking kan hier in het leescafé van de bibliotheek. Om de 5 jaar maken we een boekje met alle winnende gedichten van die 5 jaar. Dus daar komen 50 gedichten, 5 keer 10 gedichten in te staan. En die willen we volgend jaar ook weer gaan maken van de afgelopen 5 jaar. Of eigenlijk deze 4 jaar en dan voor komend jaar natuurlijk. En dat we in ieder geval weer een soort bundel uitgeven met de winnende gedichten. En verder gaan we kijken wat er nog meer aan feestelijkheden mogelijk is. Ja, daar moeten we nog even met elkaar over hebben, hoe we dat gaan invullen. Ik hoop dat het weer hier kan, met publiek. We moeten nog even kijken, maar we willen er wel een speciale editie van maken. Laten we dat maar vooropstellen.